Welkom allemaal op deze laatste lezing van het andere atelier, organisatie van Heroes for Zero, Bral en Filtercafé, Café Filtré. Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen? Komt een kind onder de wielen van een wagen terecht of maait een bestuurder het kind omver? Betekent een vrijliggend fietspad eigenlijk niet gewoon een vrijliggende autoweg? Het zijn vragen die Marco T. Brommelstroet één voor één onder de loep neemt in zijn boek dat hij schreef, samen met journaliste Talia Verkade, Het recht van de snelste of hoe ons verkeer steeds asocialer werd. We hebben hier een exemplaar meegebracht. Voor dat boek kregen ze trouwens vorige week in Nederland de Brusselprijs voor beste journalistieke boek. De jury noemde het een dwingende nadenker over het verkeer. Marco geeft ook les aan de Universiteit van Amsterdam en heet op Twitter de fietsprofessor. Hij is speciaal voor deze lezing naar Brussel gekomen en daar zijn we heel erg blij mee, want dat kondigt toch eigenlijk ook het einde van de corona-Zoom-tijden aan. Maar voor vanavond gaan we toch nog eens via Zoom uitzenden. Na zijn lezing gaat hij in debat met David Stevens, hoofdinspecteur van de Brusselse politie en mobiliteitspersoonlijkheid van 2020. En ook wel oneerbiedig de fietsflik genoemd. Dus we hebben hier de fietsprofessor en de fietsflik vanavond. En met Cathy Magaris, professor stedelijke mobiliteit en duurzame logistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. En je bent ook al 14 jaar lang voorzitter van de Brusselse mobiliteitscommissie. Van hen willen we eigenlijk weten wat dan die inzichten van Marco en van vanavond, de lezing die hij zal geven en het boek, wat dat kan opleveren voor een stad als Brussel. Een stad waar ja, fietsen en fietsinfrastructuur een relatief recent fenomeen zijn en waar je als fietser letterlijk haar op je tanden moet hebben. 70% van de Brusselse fietsers heeft minstens één keer per maand te maken met verbale agressie van automobilisten. Dat was een rapport van vorige week. Gelukkig maar een kleine minderheid met fysieke agressie, want dat is eigenlijk nog minder aangenaam. Heel graag willen we jullie ook thuis vragen om vragen in te sturen. Dus mensen die vragen willen opkomen voor Marco of voor een van de andere twee paneleden, kunnen dat doen via de Zoom-chat. En wij gaan die vragen dan hier voorleggen vanavond aan het panel. Dan stel ik voor dat we aan beginnen. En Marco, jij krijgt als eerste het woord. Ik krijg direct het woord. Hartstikke bedankt. En inderdaad, het is zo fijn om hier te mogen zijn, helemaal naar Brussel te gaan. Voor het eerst sinds 2 jaar de grens over te steken. En dan ook nog eens een keer niet zomaar een grens, maar de grens naar Vlaanderen. Want dat maakt het extra spannend voor mij vandaag. Ik ga met jullie een verhaal vertellen. Ik ga een verhaal vertellen over taal in Vlaanderen. Vlaanderen, die altijd Team voor Taal won op de Nederlandse televisie. En ik denk met een goede reden. Ik heb het gevoel dat in Vlaanderen er veel meer gevoeligheid ligt voor het belang van taal en wat je met taal allemaal kunt doen. Dus ik sta in die zin met 1-0 achter. Ik ga jullie meenemen in een verhaal over taal. Waarom? Omdat taal geen spiegel is van de werkelijkheid, maar taal de werkelijkheid in sterke mate beïnvloedt. En daarom is het zo belangrijk om na te denken in welke woorden en welke taal we nadenken over de toekomst van Brussel en de toekomst van het fietsen. Ik begin mijn verhaal in mijn eigen wijk. Ik kom zelf uit het midden van Nederland, letterlijk het geografische midden van Nederland. De gemeente Ede. En dit is mijn woonwijk. Ik woon hier, je kunt het al zien. Het is een oud fabrieksterrein. Het ligt naast het spoor Arnhem-Utrecht. Het is hartstikke goed bereikbaar met de trein dus. Het is oud cultuurhistorie, een van de grootste fabrieken van Nederland. En het ligt in een Natura 2000 natuurgebied, waar sinds kort ook de wolf weer rondloopt. En in die unieke context woon ik met mijn gezin, met 2 kinderen, in een wijk waar heel veel gezinnen met kinderen wonen. Het is in de Nederlandse Bijbelbelt, grote gezinnen, grote huizen. En dat is allemaal belangrijk, omdat we aan het nadenken zijn over wat we in het midden van deze prachtige wijk gaan doen. Je ziet het misschien al op deze foto. In het midden van deze wijk staat een prachtig oud cultuurhistorisch pareltje. Het kantinegebouw. Dit is het oude kantinegebouw. 4000 mensen gingen in dit gebouw, toen de fabriek nog draaide, hun boterhammetjes eten. Maar nu natuurlijk niet meer. Dus de vraag die dan opkomt is, wat doen we met dit prachtige gebouw dat nu staat midden in die prachtige woonwijk? Ja, je raadt het eigenlijk al, hè? Het meest logische antwoord hier is, daar moet een basisschool in komen. Want een basisschool midden in zo'n wijk, waar al die kinderen naar school kunnen, ja, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk in een wijk met ontzettend veel kinderen. En dan gebeurt er iets wonderlijks. Dan krijgen wij als wijk
het plan gepresenteerd voor de buitenruimte. Dat plan zien jullie hier. Op dit plan viel mij gelijk iets op. En dan moet je erbij weten dat dit plan wordt gepresenteerd als een uitkomst van een lang proces waar allerlei experts naar hebben gekeken. Het voldoet, kortom, aan alle normen. Maar als je dan gaat kijken, dan valt ons wat dingen op. Aan de rechterkant zien we het kantinegebouw. Dat is dat grijze vierkante vlak. En het zwarte driehoekje geeft aan waar de kinderen de school in en uit gaan. Er gaan straks ongeveer 250 kinderen naar deze school, volgens de berekeningen. En dat is een belangrijk getal, want ik ga jullie meteen aan het rekenen zetten. Want kijk je nou naar de gele vlak hiernaast, dat is het schoolplein. En het schoolplein is 755 vierkante meter. 250 kinderen, 755 vierkante meter. Hoeveel vierkante meter heeft een gemiddeld kind bij deze school om buiten te spelen? Dan mag je in de Zoom achterlaten of je mag je vingers opsteken. Ik denk dat de meesten van jullie dit wel kunnen uitrekenen. Dat is 3 vierkante meter en dat blijkt dus te kloppen, want in Nederland is er een buitenspeelnorm. Er is een norm voor hoeveel vierkante meter kinderen moeten hebben rondom een school om buiten te kunnen spelen. En u raadt het wellicht al, die norm is 3 vierkante meter, de buitenspeelnorm. En als je dan gaat kijken in Nederland naar een andere norm om te kijken wat de orde van grootte is, dan zien we dat als je in Nederland eieren gaat halen 's avonds, een horretje met eieren, en die eieren, zal ongetwijfeld die hetzelfde zijn, die zijn van een vrije uitloopkip, dan moet een vrije uitloopkip minimaal 4 vierkante meter buitenruimte hebben gehad. 4 vierkante meter. Dus wat ik mij afvroeg toen ik deze kaart zag, hoe is deze plofkindnorm eigenlijk tot stand gekomen? Waarom is het zo dat we met z'n allen hebben bedacht dat onze kinderen 1 vierkante meter minder buitenspeelruimte krijgen dan onze vrije uitloopkippen? En natuurlijk, wat heeft dit dan allemaal met onze straat te maken? Dat heeft alles te maken met waar ik al mee begon. Dat de taal die we gebruiken, we hebben net een kaart gezien en de kaart is in die zin een professionele vorm van taal. De taal die een organisatie spreekt, is geen spiegel van de werkelijkheid. De taal die we met elkaar spreken over de openbare ruimte bepaalt in sterke mate wat we zien, wat we niet zien en welke acties we gaan ondernemen. Dat is dus geen spiegel, geen neutrale manier, maar een heel belangrijke keuze die je maakt met een enorme impact. Dus laten we even kijken hoe dat precies werkt. Nou, er werd net al gezegd, steekt een hert de weg over of loopt de weg door haar bos? Maar we beginnen toch eventjes met dit plaatje, omdat het heel goed laat zien wat taal doet. Ik stuur een plaatje zoals deze wel eens in mijn appgroep in mijn buurt. En ik kom me dan wel eens, één keer de zoveel tijd vergeet ik dat een van mijn buurvrouwen blind is. En er ontstaat een gesprek op de WhatsApp over het plaatje. En op een gegeven moment vraagt mijn buurvrouw, Marco, je hebt weer een plaatje laten zien, maar ik weet niet wat erop staat. Dus zou je eventjes heel kort kunnen zeggen wat er op het plaatje staat? En dat vraag ik ook vaak aan mensen in de zaal. Hè. Probeer dat nu maar eens voor jezelf te doen. Op het moment dat je buurvrouw dit vraagt, hoe zou je dit beschrijven? Nou, wat er dan vaak gebeurt, is dat een heleboel mensen in de zaal beginnen te roepen, er steekt een hert de weg over. En ik denk dat we daar met z'n allen wel over eens kunnen zijn, dat op het moment dat je dat zegt, dat ongeveer dit plaatje wel in je hoofd komt. Hier steekt inderdaad een hert de weg over. Maar wat je op dat moment doet, is je gebruikt taal om de werkelijkheid te versimpelen. Want dit plaatje is natuurlijk veel complexer dan die paar woorden in die zin die we net hebben gebruikt. Maar we moeten wel. En dat is het eerste belangrijke element van taal. We moeten versimpelen om het met elkaar over die complexe werkelijkheid te kunnen hebben. En dat wordt wat duidelijker op het moment dat die complexiteit toeneemt. Want hier kan hetzelfde gebeuren. Ik stuur dit plaatje naar mijn buurvrouw en mijn buurvrouw zegt weer, wat staat hier? Ik kan niet zien wat hier staat. Kun je nou alsjeblieft eens een keer uitleggen wat op deze foto staat? Dus weer in een korte zin uitleggen wat hier staat. Nou, probeer het maar. Voor de meeste mensen komt dit overeen met, we zien hier een kind dat de weg probeert over te steken. En als je dan een groep verkeerskundigen in de zaal hebt, dan zeggen ze ook nog, nou, dat kind heeft ook nog voorrang. Want er is een zebrapad en het licht staat op groen. Er zijn mensen die zeggen, dit is in Amerika, of in ieder geval in Noord-Amerika, want ik zie groene straatnaambordjes. Maar we moeten hier hetzelfde doen. Op het moment dat we het hierover willen gaan hebben met elkaar, zullen we moeten versimpelen. Dat eerste element van taal. En wat je hier heel goed ziet, is dat je in die versimpeling, die je dus per definitie moet maken, altijd aanvechtbare keuzes moet maken. Je moet bepaalde dingen wel benoemen en andere dingen niet. Daar komen we straks nog op terug. Dus dat zijn 2 kernelementen van taal. Taal is een versimpeling van de werkelijkheid die noodzakelijk is,
maar zit vol met aanvechtbare keuzes. Altijd. Iedere taal. Er bestaat geen taal die daar aan kan ontsnappen. Waarom is dit nou zo belangrijk? Dat heeft te maken met het derde element van taal. Die aanvechtbare keuzes, die we gebruiken om te versimpelen, die vormen de werkelijkheid. Die zijn performatief. En het perfecte voorbeeld hiervan is het voorbeeld van het bos. James Scott beschrijft in Seeing Like a State hoe wij het bos kunnen begrijpen als je dat moet besturen. En om een bos te kunnen besturen, of om iets te kunnen besturen, zegt hij, je moet versimpelen. Dan ben je weer bij taal. Je moet versimpelen. Je hebt een aantal indicatoren nodig om over dit bos na te kunnen denken. En wat we hier zien is een bos, een oerbos. Een complex ecosysteem wat eigenlijk door de tijd in allerlei dynamische feedbackloops zo is geworden zoals het is. En daarmee een heleboel verschillende doelen dient. In dit bos kun je prima verstoppen. Maar in dit bos kun je ook prima jagen. En in dit bos kun je prima een nest bouwen. Je kan hier spelen. Je kan ontspannen. Je kan groeien. Maar vanaf het einde van de 18e eeuw verandert dat. Aan het einde van de 18e eeuw wordt het bos namelijk steeds meer gezien als een voorraadkamer voor hout. Hout wordt een belangrijke grondstof, brandstof en bouwstof. En daarmee wordt het voor grootgrondbezitters interessant om na te denken over hun bos onder het doel van houtproductie. Er ontstaat een heel wetenschappelijk domein, Scientific Forestry, wetenschappelijke bosbouwers. En zij komen met een soort mal, een motief om na te denken over dat bos. En dat noemen zij, het zijn Duitse wetenschappers in die tijd, dus zij noemen dat de normaalboom, de standaardboom, de standard tree. En die standaardboom, die kan je eigenlijk helpen om na te denken over je bos, om te kijken van, in hoeverre voldoet mijn bos nou aan die karakteristieken van die standaardboom die mij heel veel hout kan opleveren. En misschien voel je het al aankomen, maar dan gebeurt er iets. Het bos verandert door de tijd. Dit gaat niet van de ene dag op de andere dag, maar wij kennen dit allemaal als wij in Europa ergens gaan wandelen. Het bos is in veel gevallen veranderd van een oerbos naar een productiebos. En in het productiebos is het bos geoptimaliseerd voor houtproductie. Bossen werden langzaam steeds effectiever ingericht voor houtopbrengst. En ik hoef jullie denk ik niet uit te leggen dat deze twee rijtjes van standaardbomen uiteindelijk funest zijn voor al die andere doelen van het bos. Ga hier maar eens een nestje bouwen. Of ga hier maar eens verstoppen. Of ga hier maar eens jagen. Dus een heleboel van die doelen verdwenen uit onze bossen. En dat bos werd een soort monocultureel erfgoed. Het werd een soort voorraadkast voor hout. Vogels verdwenen, insecten verdwenen, klein wild verdwenen, het kleine struikgewas verdween, allemaal om het bos efficiënter te maken. En dat is misschien nog wel het meest perverse. Wat blijkt nou namelijk? Nu heel Europa volstaat met productiebossen, blijkt dat productiebos helemaal niet efficiënter of effectiever te zijn voor houtproductie. Want door de versimpeling van de normaalboom zijn een heleboel complexe feedbackloops ook verdwenen. Dus dit bos aan de rechterkant is heel kwetsbaar voor allerlei weersinvloeden en ziektes bijvoorbeeld. Nou, nu denk je waarschijnlijk, waarom zit ik nou een verhaal over een bos te luisteren? Het ging toch over de straat. Mijn pleidooi is dat op de straat precies hetzelfde is gebeurd als in het bos. Onze straten waren tot 1920 van de vorige, van de jaren 20 van de vorige eeuw, waren ze ook een complex ecosysteem. Dit is een plaat uit New York in 1920, waarbij je zou kunnen zeggen dat we aan het kijken zijn naar de oerstraat. Op dat moment wordt die straat nog beschreven als the space that is remaining between buildings. De ruimte die over is gebleven tussen gebouwen. En die plek is van niemand. Daar gebeurt van alles en nog wat. En door de millennia heen is er een straattaal ontstaan. Waardoor die straat, net als het oerbos, allerlei verschillende doelen dient. Kijk maar. Je ziet mensen hier handelen. Je ziet mensen spullen verkopen, andere mensen spullen kopen. Je ziet mensen elkaar ontmoeten, flaneren. Het is een soort openbare ruimte geworden waar je je woonkamer met de wijk deelt. Je ziet mensen spelen, vooral kinderen, maar ook volwassenen. En je ziet mensen reizen. Er zijn mensen die door deze straat heen moeten. En net als in het bos is dit eigenlijk door de millennia heen in die steden zo gegroeid dat het straatleven met elkaar in balans was. En er gebeurde wel eens af en toe wat. Maar het werd nooit heftig verstoord. Dat veranderde. En dat veranderde in Amerika vooral in de jaren 20, in Europa later in de jaren 30. Door de opkomst van de massaal geproduceerde auto. En vooral de snelheid die dat met zich meebracht. Dat creëerde een druk, want dat botste letterlijk en figuurlijk met al die andere doelen van de straat. Die auto die kwam het straatbeeld in en er kwamen letterlijk ongelooflijke hoeveelheden kinderen bij om het leven, want die waren nog op straat aan het spelen en die waren zich niet bewust van het gevaar. Die discussie, dat is een fantastisch boek van Peter Norton over geschreven, Fighting Traffic, die discussie was in het begin
volstrekt duidelijk. Onder rechtvaardigheid, dat het een belangrijk principe was om over de straat na te denken, was dit volstrekt onacceptabel. Het was niet rechtvaardig dat kinderen om het leven kwamen doordat deze innovatie massaal op straat kwam. Maar, en dat gaat te ver om je helemaal uit te diepen, maar in 10 jaar tijd veranderde het gesprek stapsgewijs. En ging het gesprek niet meer over rechtvaardigheid, maar uiteindelijk over controle, efficiëntie en de vrijheid van het individuele automobilist. Die strijd die duurde dus maar 10 jaar om de hele taal van hoe wij over de straat dachten te veranderen. En dan zijn we aan het einde van de jaren 20. Wat Norton noemt interpretive closure. Ik zou dat vertalen als stalling. Er begint stalling plaats te vinden. We hebben het niet meer met elkaar over die straat, maar we hebben een bepaalde taal gevonden en die laten we stollen. De vrijheid van de individuele automobilist, die komt centraal te staan. En de straat moet vooral in eerste instantie een efficiënte netwerk bieden als basis daarvoor. Dames en heren, het is 1930 en we zijn in de Verenigde Staten. De verkeerskunde is geboren. En in eerste instantie waren er natuurlijk geen verkeerskundigen, want die opleiding bestond niet. Dus het werd eerst gevraagd aan waterbouwkundigen. Zij hadden net rioleringen aangelegd en waterleidingssystemen. En hen werd gevraagd, kunnen jullie nou ook niet helpen om naar die straat te kijken? En dat deden zij. En dat viel ook eigenlijk in een tijdperk waarin we sowieso anders naar die stad gingen kijken. Hier zien we Le Corbusier, die als wetenschapper van bovenaf naar die stad kijkt. Met het idee ook om van die oerstad die er was een productiestad te maken. Een stad die efficiënter was. De stad beschrijft hij als rationele machine. Waar de straat alleen nog een verdeelstation is om mensen zo efficiënt mogelijk van A naar B te brengen. Optimaliseer de machine en marginaliseer de mens. Nou, dat ging dus stollen. Die keuzes die toen werden gemaakt, in de begin jaren 30, die stollen in richtlijnen, in ontwerprichtlijnen, in normen. Ze stollen in modellen, in verkeersmodellen en instituties. In ministeries en in wethouders, die we nu niet meer weg kunnen denken. In regels en in wetten. En uiteindelijk stolt het letterlijk. Het stolt in het asfalt en het beton van onze straat. Dus laten we eens gaan kijken naar dit saaiste plaatje wat ik op een Nederlands feestje ooit kan laten zien. Het Nederlandse kruispunt. De heilige graal voor heel veel mensen over de hele wereld. Wat is hier nou precies gestold? Welke taal zijn wij gaan spreken met elkaar? Want de verkeerskundige is dus een professional geworden die niet de bestaande taal ging spreken, maar een eigen taal ontwikkelde. En daar dus allerlei metaforen voor gebruikt. In eerste instantie natuurlijk als waterbouwkundige de straat als pijpleiding. Een pijpleiding die niet vast mag lopen, hè? Net als een riolering niet vast mag lopen. Langzaamaan worden daar biologische elementen bijgevoegd in het begin. Het idee van doorstroming, maar ook het idee van een verkeersinfarct, daar praten we nog steeds over alsof de stad een lichaam is. En die lichaam die wordt langzamerhand steeds mechanischer. Want de verkeerskunde gaat om zeg maar zichzelf wetenschappelijker te maken, lenen van de natuurkunde. Verkeerskundigen in de zaal kennen ongetwijfeld begrippen als een zwaartekrachtmodel. Een model die we gebruiken om belangrijke beslissingen nog steeds te nemen over waar we ons geld aan spenderen. Met het idee dat steden functioneren alsof het hemellichamen zijn. En mensen als botsende deeltjes, biomechanica, die elkaar zeg maar op schillen botsen en die je zoveel mogelijk uit elkaar moet halen. En daarna, en dit is misschien wel de belangrijkste stap voor vanavond, daarna gaan ze lenen van de economie. De mens is onderweg van A naar B als homo economicus, als consument. En hij, meestal hij in dit geval, is een egoïstisch calculerend individu die zijn of haar eigen nut maximaliseert. En heel belangrijk hierbij is dat de verkeerskunde besluit dat onderweg zijn een disnut is. Dat is iets negatiefs. Je wil namelijk, zei Le Corbusier al, op A of op B zijn. En alles daartussen is een disnut en wil je zo laag mogelijk houden. Daarom wordt in ons beleid reistijdwinst zo belangrijk gevonden. Het idee dat het individu onderweg geen reistijd mag verliezen, want reistijd is een disnut. En daarom hoorden we ieder half uur op alle radiostations, zelfs op eerste kerstdag, de filemeldingen allemaal. Het staat ergens vast. De pijpleiding loopt vast. Mensen hebben reistijdverlies. En daarmee wordt ook iedere interactie een conflict. En dan komen we bij dit kruispunt uit. Want dan zie je dat in Nederland het heel goed is gelukt onder de duurzaam veiligheidsnorm om de straatruimte zo te verdelen dat al die individuen die onderweg zijn niet meer met elkaar in interactie komen. Want iedere interactie in de verkeerskunde is in principe een conflict. Als je een egoïstisch calculerend individu bent, dan ga je geen voorrang aan iemand anders geven. Je gaat je eigen voorrang eisen.
kruispunten worden daarmee geen vraagstukken meer van rechtvaardigheid, maar van conflictvermijding. Waarbij iedereen zijn eigen plekje heeft. En kijk maar eens goed, waar ze elkaar tegenkomen staat een externe, geoptimaliseerde technologie. Het stoplicht. Nee, het verkeerslicht. Nee, de verkeersregelinstallatie. Optimaliseerde machine en marginaliseerde mens. En waar velen hier nog een rechtvaardigheidsissue zagen, zien wij nu alleen nog maar een efficiëntievraagstuk. Alles moet wijken voor doorstroming. Jaywalking wordt bedacht in Amerika. Wij krijgen zebrapaden en veiligheidsinstructies. Als onze kinderen 4 jaar zijn, krijgen ze op school van Veilig Verkeer Nederland te horen hoe ze niet dood moeten gaan op weg naar school. Ze krijgen speelplaatsen, want op straat spelen is er niet meer bij. Sterker nog, de straatspeeldag wordt afgeschaft omdat dat het verkeerde signaal zou geven. En snelheid wordt de allesbepalende ontwerpvariabele. We hebben het nog steeds over onze straten vanuit het idee of het een 30, een 50 of een 15 kilometer straat is. Dat is het radicale monopolie. Het radicale monopolie betekent dat de stolling nu ook in onze hoofden zit. Onze verbeelding is gestold. Wij denken alleen nog maar dat alles altijd maar sneller moet. Omdat onderweg zijn het disnut is. En daarom komt in dit geval Mercedes, maar ook Elon Musk met de zelfrijdende auto. Onderweg zijn is niet langer een disnut. Sterker nog, je kan lekker Netflixen, of e-mailen, of slapen. Onderweg zijn is irrelevant geworden. En datzelfde zie je in de wereld van de fiets, waarbij de fiets steeds vaker wordt gepositioneerd als een soort oplossing om de hele machine optimaal te laten functioneren, gezond, veilig en snel, maar vooral een optimale machine waarin de mens wordt gemarginaliseerd. We blijven met onze nieuwe taal dus nog steeds vaak reizen vooral makkelijker willen maken. Nog steeds reizen als disnut en nog steeds de straat, fietsstraat, als efficiënte pijpleiding. En daarmee maken we nog steeds allerlei andere manieren om die straat te gebruiken onwelkom. En net als in het productiebos blijkt eigenlijk dat niet alleen die andere doelen verdwijnen, maar dat we ook ineffectief zijn in het halen van ons eigen doel. En dit schema laat zien voor de Nederlandse context, er al 60 jaar 8 miljard per jaar wordt geïnvesteerd in reistijdwinst, dat er geen seconde reistijdwinst is geboekt, maar dat in plaats daarvan we vooral reisafstand hebben gewonnen. We reizen steeds verder weg voor dezelfde doelen en met dezelfde reistijd. Maar goed jongens, dit is een hoopvol verhaal vanavond. In veel domeinen zijn die keuzes van de taal naar de achtergrond verdwenen en mobiliteit is daar een voorbeeld van. Maar die keuzes verdienen onze aandacht. Hoe je dit plaatje namelijk framed bepaalt ons denken in problemen en oplossingen. De onderliggende gestolde keuzes zijn ongelooflijk belangrijk, want zij bepalen ons dagelijks leven, de kwaliteit en invulling van onze stad en onze leefomgeving en hoe we ons daar met elkaar verkeren. Die keuzes beperken eveneens ons denken over problemen, oplossingen en toekomsten van stedelijke mobiliteit. En conceptuele luiheid zorgt ervoor dat we telkens in dezelfde patronen blijven vastlopen. Pirsig die schreef in zijn boek The Zen and the Art of Motorcycle Maintenance daar al een hele mooie waarschuwing over. Die zei, als jij een fabriek afbreekt, maar de onderliggende rationaliteit, hè, laten we zeggen de onderliggende taal, overeind blijft, dan zal er simpelweg een nieuwe fabriek ontstaan. Is dat wat we met fietsen gaan doen? Dat de fiets simpelweg een nieuw verkeerssysteem op onze straten gaat werpen? We moeten daar vanaf. We moeten van conceptuele luiheid naar conceptuele lenigheid. En als iemand dat kan, als iemand dit kan, dan zijn het de Vlamingen. Laten we even luisteren naar leraar Boroditsky, die ons iets kan vertellen over waarom linguistiek zo belangrijk is. Now, the beauty of linguistic diversity is that it reveals to us just how ingenious and how flexible the human mind is. Human minds have invented not one cognitive universe, but 7,000, or 7,000 languages spoken around the world. And we can create many more. Languages, of course, are living things, things that we can hone and change to suit our needs. I've told you about how speakers of different languages think differently, but of course, that's not about how people elsewhere think. It's about how you think. It's how the language that you speak shapes the way that you think, right? And that gives you the opportunity to ask, why do I think the way that I do? How could I think differently? And also, what thoughts do I wish to create?
Ik hoop dat jullie het hebben kunnen horen. Zo niet, deze TED-lezing is echt briljant. Die raad ik iedereen aan. En het hoofdpunt voor mij is, en ik krijg er altijd weer kippenvel van als ik haar aan het einde hoor vertellen, is het the beauty of linguistic diversity. Het mooie dat we nieuwe talen kunnen uitdenken is niet om andere mensen anders te laten denken, maar we kunnen dus bepalen zelf waar wij aan denken en waar wij het over hebben als we het over de straat hebben. Dat is conceptuele lenigheid. Conceptuele lenigheid laat ons anders kijken naar dezelfde werkelijkheid. Maar we eerst hier nog een kaart van de Verenigde Staten zien. Conceptuele lenigheid laat ons lopen en ons beseffen dat waar we naar kijken veel complexer is. En als we maar lang genoeg doorlopen, dan komen we bij een nieuw perspectief. Een nieuw perspectief op hetzelfde object, wat ons laat beseffen dat het object waar we naar keken, in dit geval zijn het hangende wapens, maar voor mij een metafoor voor de straat. Die straat is veel complexer dan we in meeste gevallen veronderstellen. En die complexiteit die kunnen we gaan zien op het moment dat we verschillende talen gaan gebruiken. En ik ga jullie één voorbeeld geven. Ter afsluiting als oefening. En dat doe ik uiteraard door gebruik te maken van de Nederlandse fiets. En ik vraag normaal in een zaal altijd of jullie weten wie dit is. Dat is ook een goede inschatting van hoe oud de mensen zijn die in de zaal zitten. Dus ik zal het nu achterwege laten. Dit zijn Yoko Ono en John Lennon. En zij liggen hier in 68 in het Hilton Hotel in Amsterdam. Fantastisch idee. Zij zijn voor de wereldvrede en besluiten dan om 7 dagen in bed te gaan liggen. Dat raad ik iedereen aan als je ergens voor bent, om lekker 7 dagen in bed te gaan liggen. Maar het leuke was dat zij liften eigenlijk mee op een hele grote tegenbeweging. En die was in Amsterdam op dat moment ook heel sterk aanwezig. En die mensen kwamen langs om spulletjes te brengen. En wat je op dit bed nu ziet, is bijvoorbeeld een witte duif in een kooi. Ik heb geen idee wat dat precies inhoudt. Maar je ziet ook een witte fiets. Er ligt een wit geschilderde herenfiets op het bed van John Lennon en Yoko Ono. Dus ik vraag mij dan altijd af, zou John Lennon hier in bed liggen met een Nederlandse fiets, omdat John Lennon denkt dat hiermee de files worden opgelost? Of dat John Lennon denkt dat hiermee mensen makkelijker van A naar B komen? Ik denk het niet. Wat er toen werd gezegd in Amsterdam was, de fiets is iets en bijna niets. De fiets werd omarmd als symbool voor een hele andere manier van kijken. En het gaat te ver om helemaal daar de diepte in te gaan, maar dit is het werk van Constant Nieuwenhuis. En die gebruikt ook die fiets om heel anders na te denken over die stad. Niet de stad voor de homo economicus. Nee, hij zei, die stad is voor de homo ludens, de spelende mens. De mens moet weer leren om niet alleen maar te werken, economische groei. Die stad moet veel meer iets zijn waar je groeit en waar je avonturen beleeft. En dat sloeg aan bij de internationale situationisten, de cobra's, de kabouters, de provo's. Bedenk het maar in die tijd. Het hele idee was dat mobiliteit niet een disnut hoefde te zijn, maar dat je er ook naar kon kijken als iets waar het leven zich juist afspeelt. Onderweg, op straat. Nou, laten we eens met die lens gaan kijken. En kijken of we dan andere dingen zien. We zien hier een clipje van een druk kruispunt in Amsterdam. En wees gerust, er komt hier niemand bij om het leven of raakt gewond. Maar het is wel wrijving. Het is hier namelijk druk. Dus puur vanuit de verkeerskundige logica zou je misschien willen voorstellen om al deze interacties als conflicten te zien. En dus eigenlijk het liefst een stoplicht neer te willen zetten. Wat nou als we een andere blik gebruiken, een andere taal? En ik stel voor een sociologische taal. Een sociologische taal die zou ons laten letten op wat zij noemen de potentiële blootstelling aan diversiteit. Potential exposure to diversity. Wat je hier namelijk ook ziet, is een heleboel mensen die met elkaar onderhandelen, winnen en verliezen in de openbare ruimte. Er zijn dus een heleboel interacties tussen allerlei verschillende mensen van verschillende lagen van de samenleving. Dat is misschien ook wat waard. Dus laten we eens inzoomen. Wat gebeurt er eigenlijk? En hier zie je goed wat er gebeurt op het moment dat die mensen elkaar treffen op een shared space, of wat we nu een plein der verwarring noemen. Zijn dit homo-economici in conflict met elkaar? Of wordt hier gedanst? Zijn dit mensen die eigenlijk hun lichaam en zintuigen gebruiken en misschien daarom ook wel zo gek rechtop zitten, omdat ze daarmee informatie kunnen uitwisselen en met elkaar eigenlijk ervoor kunnen zorgen dat zij zelf kunnen doorrijden, maar dat ook anderen kunnen doorrijden. En zien we hier ook een altruïst, iemand die in staat is om door een beetje links of een beetje rechts te gaan, af en toe die ander toch een beetje meer ruimte te geven. Ga er maar eens op letten. En natuurlijk valt het op als het een keer misgaat, als deze mevrouw haar voet aan de grond zet. Want dan ben je af. Maar het spel is heel divers. En het spel laat zien dat die potentiële blootstelling aan diversiteit ook nog eens samengaat met wat dan genoemd wordt negotiation in motion, oftewel onderhandelen terwijl je beweegt. Ik loop nu zelf achter, dus die gaat even terug.
Als je nou gaat kijken naar die potentiële blootstelling aan diversiteit, dan zie je dat sociologen er allerlei belangrijke effecten aan hebben gekoppeld. En ik laat hier een aantal zien die uit onze literatuurstudie zijn gekomen. Een hoger gevoel van membership, dat je lid bent van een maatschappij, dat je invloed hebt, dat je geïntegreerd bent, dat je needs fulfilled worden, dat je emotionele connectie deelt met andere mensen, dat je elkaars buren bent, dat je samen collective efficacy hebt, hè, dat je dingen kan doen. Participatie gaat omhoog, een gevoel van gemeenschap, een gevoel van ergens bijhoren en een gevoel van plek. Maar misschien nog wel het belangrijkste is die laatste, een gevoel van onderling vertrouwen. Als je veel meer wordt blootgesteld aan diversiteit, blijkt dus dat al deze dimensies omhoog gaan. Wauw! Moet je voorstellen dat je mobiliteitsbudget in Nederland, 8 miljard per jaar op landelijk niveau, dat we dat niet besteden aan niet bestaande reistijdwinsten, maar besteden aan dit soort dimensies. Wat dat zal opleveren. Een compleet nieuwe straat, een compleet nieuw idee. En nogmaals, laten we niet de fout maken dat deze taal per se beter is dan een andere taal. Maar deze taal helpt ons conceptuele lenigheid wel om anders daarover na te gaan denken. Optimaliseer de mens en marginaliseer de machine. En een prachtig voorbeeld daarvan wil ik jullie toch even laten zien. Kennen jullie ongetwijfeld allemaal al. Daarom vind ik het zo interessant wat in Parijs met de 15-minuten-stad gebeurt. Want als je gaat lezen wat daar gebeurt, is het helemaal niet alleen een verkeerskundig concept. Het is een stad. De 15-minuten-stad is een stad waar Anne Hidalgo wil dat mensen weer trots zijn op waar ze wonen. Trots zijn en elkaar kennen. En trots zijn op een eigen wijk. En zij is zich heel erg bewust wat daarvoor nodig is, dat dat een nieuw proces van stolling nodig heeft. Want het eerste wat zij heeft gedaan om dit mogelijk te maken, is de wethouder van mobiliteit geannuleerd. We hebben een wethouder van de 15-minuten-stad nodig. En misschien ook wel een wethouder van het kind. Want laten we teruggaan naar waar we vandaag mee begonnen. Het schoolplein en de plofkindnorm. Want wat is hier nou gebeurd? Als je goed kijkt, dan zie je nog twee andere dingen namelijk op deze plaat. Dat naast dit gele vlak plaatsvindt en wat alles bepalend is. Dat is namelijk het blauwe en het paarse vlak. De kiss and ride. De verkeerskundige bedacht namelijk dat kinderen veilig naar school moeten kunnen door een autogerichte omgeving. En het antwoord erop was een kiss and ride. En die kiss and ride is 1100 vierkante meter. En dan hou je 755 vierkante meter schoolplein over. Dus, als de straat van de verkeerskunde is, dan is de eerste vraag die je moet stellen hoe je kinderen veilig naar school krijgt in een auto-omgeving. En het beste antwoord daarop is een kiss and ride van 1100 vierkante meter. Maar het gevolg daarvan is een ruimte die voldoet aan alle normen, maar geen enkele wens. Geen groen, geen ruimte voor fietsen, geen ruimte voor ontmoeten, geen ruimte om te spelen. Opslag van privaat blik, 5 minuten per dag voor het comfort van een paar mensen. Ten koste van een heleboel. Het lukte ons om het gesprek te veranderen. En nu wil ik nog de slide veranderen. Ja. Want wat we deden, we gingen naar de wethouder. We zeiden, als de straat nou niet van de verkeerskundige is, maar van onze kinderen. Dan verandert namelijk de vraag. De vraag wordt, wat is de rol van de auto hier in de leefomgeving van onze kinderen? En het antwoord erop was eigenlijk dat iedereen zei, die is niet welkom, die auto. Of enkel als een onwelkome gast. En daardoor krijgen we een ruimte waar kinderen kunnen groeien, spelen, ontmoeten in een veilige en ontspannen omgeving. En nu weer autonoom naar school kunnen, waardoor alle ouders 's ochtends tijd over hebben tussen de boterhammen smeren en naar het werk gaan. Dat is de waarschuwing van Pierzig. En die moeten we onszelf ter harte nemen. De veranderingen die in Brussel aan de gang zijn, die moeten we gebruiken om na te denken of we dezelfde fabriek, dezelfde verkeerskundige logica op gaan bouwen en voort gaan bouwen met een aantal nieuwe concepten, of dat we echt anders gaan nadenken over de fundamenten van dat systeem. Taal is geen spiegel. Taal beïnvloedt wat we zien, wat we niet zien en welke acties we ondernemen. En echte verandering komt pas tot stand als we zien waar onze ideeën over wat de straat is vandaan komen. We moeten dan ook onze lenigheid oefenen. En we moeten actief op zoek naar alternatieven. Misschien is onderweg zijn niet alleen een kwantiteit om te reduceren, maar ook een kwaliteit om juist te versterken. En misschien is de straat niet alleen een plek om de machine te optimaliseren, maar juist om de machine te minimaliseren. En misschien is niet de homo economicus, maar de homo ludens in ons centraal in hoe we ons willen verhouden op straat. Dat is onze keuze. Dat is jouw keuze. En zoals leraar Boroditsky al zei, die keuze gaat er vooral over hoe je zelf wilt nadenken over de straat. Dank jullie wel.
Dank u wel, Marco, voor deze bijzonder boeiende en verhelderende, verlichtende lezing, denk ik. Ik zou eens eerst aan onze twee paneleden willen vragen ja, wat ze daarover denken, wat dat bij hen heeft losgemaakt en of ze eventueel nog met vragen zitten. Dat kan ook aan Marco. Cathy, kan jij eens zeggen wat ja, de gedachten die bij jou zijn opgekomen? Ja, heel veel gedachten. En dank je, Marco, voor heel de boeiende uiteenzetting en je boeiend boek ook. Je vertrekt echt van de basis, want er werd daarnet gezegd, je bent de fietsprofessor, maar je hebt zelf de fiets amper vernoemd. En die basis is echt de taal waarmee dat we ons wereldbeeld uiten, maar ook dus dat wereldbeeld creëren. En dat vind ik heel mooi. Ik zelf heb ook een boek geschreven met een factor 8 naar de mobiliteit van de toekomst. Ja, daar staat hij nog. En daar begin ik ook met een verhaal rond om te eerst vermelden, zodanig dat mensen bewust worden. En ik denk in deze coronatijden is het zo mooi dat we inderdaad beginnen te beseffen van wat is nu echt belangrijk. Ik zie winkelstraten omgezet worden in straten met heel veel terrasjes. Hè, want plots mocht het weer de terrasjes en het mocht enkel de terrassen. En daar waar dat parkeerplaatsen heilig waren, plots zie je die toch verschuiven. En dat is dan inderdaad je verhaal van, ja, is het nog de homo economicus? Nee, inderdaad. Ik denk dat we met corona heel hard hebben beseft van, het gaat over samenleven in deze stad. En dat wordt, daar willen we ook plaats aan geven. En dus dat eerste stuk, vermelden, bewust worden, kijken hoe spreken we over iets, is ontzettend belangrijk. En ja, het tweede aspect, ik werk dan met 8 V's, hè, maar de tweede V gaat dan bij mij rond vermijden. Hoe kunnen we onnodige verplaatsingen vermijden? Maar dat is eigenlijk vooral gaan kijken hoe kunnen we die ruimtelijke ordening aanpassen. Het idee ook inderdaad van die 15 minuten stad. Waar zijn de activiteiten? Als die bij u in de omgeving zijn, ja, dan hoef je ook niet zo ver te gaan verplaatsen. En dus heel dat aspect van ja, ook leefstraten opnieuw hè, gaan kijken van bewust worden en dat gaan veranderen. En dan de volgende V, en dan komen we bij fietsen, is verschuiven naar de meer milieuvriendelijke transportmodi. En als we het niet kunnen vermijden, verschuiven. En misschien kunnen we daar ook straks nog over spreken, want je hebt vandaag in Brussel kunnen fietsen. Dus ik ben ook wel heel benieuwd over wat je ervan vond. Maar ja, dus daar en dan verschonen. Als we dan toch met de wagen moeten gaan, laten we dat dan met de elektrische doen. Dus ik vond het heel boeiend. Ik vond ook uw metafoor van ja, dat oerbos naar een productiebos een ontzettend mooie zaak. Dus ja, dank je wel. Mijn eerste reactie. Oké, dank je wel, Cathy. David, wat zijn jouw eerste gedachten? Wat heb je onthoud je uit het, wat Marco verteld heeft? Ja, ik heb ook natuurlijk het boek gelezen, dus het was een beetje compatibel met het boek natuurlijk. En ja, ik denk dat de woorden dat we samen er moeten aan werken er wel uitkomen. Ik gebruik regelmatig op de sociale media samen sterk als metafoor. Dat is echt wel iets, we moeten echt wel gaan sensibiliseren. De mensen uitleggen waarom dat bepaalde wijzigingen nodig zijn om meer leefbaarheid en meer veiligheid te gaan creëren. Want soms zien mensen het gewoon niet. Bepaalde nieuwe zaken zorgen voor vrevel, omdat ze niet goed weten van waar willen we nu naartoe gaan met onze maatschappij of met onze straat. En dat is heel belangrijk van gaan uitleggen waarom is dat nodig en dan ook bepaalde zaken gaan aanpassen. Want we kunnen niet gewoon maar een bordje zetten. In Brussel zien we dat wel. We zetten een bordje en de mensen zullen het wel respecteren. Ja, we moeten echt wel de leefomgeving gaan aanpassen. Iedereen meekrijgen in dat verhaal. En dan ook handhaven natuurlijk. Dus het is een en-en verhaal. Het is niet gewoon één stukje van de puzzel. Het zijn heel veel puzzelstukjes. En het is natuurlijk heel boeiend om daar andere zinswijzes op na te kijken. Ook in Nederland en andere steden in de wereld. Dus we kunnen daar in Brussel ook van leren. Ja, Cathy, je zei het net, ik noemde jou de fietsprofessor. Je hebt de fiets bijna niet aangeraakt en zei helemaal op het einde bij Yoko Ono en John Lennon op dat bed in het hotel in Amsterdam. Ja. Maar we hebben jou natuurlijk niet naar Brussel laten komen zonder jou ook op de fiets te zetten in Brussel. Ja. En we hebben een filmpje gemaakt met jouw ervaringen en ik stel voor dat we daar eens naar gaan kijken. Mm.
Ik ben net van Centraal Station naar de Halleport fietst. Oké, maar dat was het eerste stukje. Dat was het eerste stukje, ja. Okay, dat was al een enorme uitdaging. Ja, daar gaan we nu verder over denken. Leuk. Nu komen we aan de barrière de Saint-Gilles. En het is een ZACA, dus een zone à concentration. De accidenten die gebeuren er veel om. Crashes, om het zo te zeggen. Black spot. Ja. Dat moet misschien de doelstelling zijn, hè? Dat je ja. Kletsend de, en Michael Koppel zegt wel eens gapend door de stad moet kunnen fietsen. Ja. Dat kan hij niet. Nee. Dit is wel echt voor een beetje Rambo, ja, focus. Ja. Ja, dat is hier dus ook een problematisch stuk. Veel gebruikte as door fietsen, maar eigenlijk hebben ze geen ruimte met de transporten en de auto's. Ik kan me nog voorstellen dat het heel agressief wordt als fietser hier op een gegeven moment. Kom dan meteen bij je pijnpunt van Brussel. Nou, dat heeft ook iets te maken met dat fietsen inderdaad. Fietsen vanuit de verkeerskunde en dit soort fietspaden zijn natuurlijk inderdaad vooral gericht op de spits. Op de woon-werkverkeer en daar richten we ons als verkeerskundige ook op. Want daar krijg je geld voor, hè, als mensen uit de auto op de fiets gaan zitten. Maar daardoor is het niet per se interessant voor juist die mensen die in Amsterdam buiten de spits fietsen. De meeste ritten in Nederland, de fiets, veruit de meeste ritten zijn niet woon-werk gerelateerd. Ja. Dat zijn mensen eventjes naar de supermarkt gaan, eventjes naar de winkel. Andere kinderen die elkaar, met elkaar gaan spelen, die zie je dus nu nog niet. En dit systeem begint nu langzaam beter te werken, lijkt het, voor de woon-werkfietsen. Maar dat is dus nog lang niet wat je uiteindelijk wil. Ja. Die zie ik nu niet. Ik zie hier geen kinderen nog. Interessante straat, maar als fietser niet meteen een handige route. Dat kreeg ik ook op Twitter als reactie. Ja, er is gefietspad, dat was hij wel. En maar fietsen is geen doel. Ja. Marco, kan je nog even samenvatten? Hoe was die ervaring voor jou? En wat zijn de dingen die jij meeneemt uit je fietservaring in Brussel? Ja, ik heb onderweg al heel veel gesprekken. Persoonlijk vond ik het fantastisch. Ik hou heel erg van. Ik ben echt een fietser die heel erg houdt van de uitdaging en het jungle gevoel. Dus voor mij is dit fantastisch. Ik merkte ook dat voor mensen zoals ik. Ik denk Brussel steeds beter gaat werken. Steeds meer ruimte ook krijgt. En plekken en routes die je kan volgen. Maar wat me dus opviel was dat. En dat is de volgende slag die je dan nodig hebt. Is dat het nog niet uitnodigend is voor die hele grote groep mensen die eigenlijk zonder uitdagingen zou willen fietsen. En dat is wat je in Nederland veel ziet, hè? Dat je beide smaken hebt. Dat je eigenlijk voor mensen die een uitdaging zoeken, heb je interessante routes. Die vermijden bijvoorbeeld vaak de vrijliggende fietspaden. Maar je hebt ook voor die hele grote groep mensen, nou denk maar als ik hier met mijn twee kinderen zou fietsen, ja, dan zou ik waarschijnlijk niet gefietst hebben. Omdat er gewoon nog geen plek voor is. En wat dan opvalt is dat het vooral in de wat rustigere straten, of relatief rustige straten. Wat je daar echt ziet is dat het aantal fietsers toeneemt, maar de weg nog helemaal is bedacht vanuit de auto. En dan krijg je zo'n beroemde uitspraak die heel vaak op Twitter ook voorbij komt. Als je een stad ontwikkelt voor de auto, dan werkt het eigenlijk voor niemand goed. Ook niet voor de automobilist. Die staan eigenlijk allemaal stil. En als je de stad wat meer zou ontwikkelen voor de fietser, ga je waarschijnlijk zien dat je veel minder autoverkeer hebt en dat het dus allemaal veel makkelijker gaat. Ik denk persoonlijk, ik heb de ervaring niet, maar ik denk dat je in Amsterdam veel makkelijker met een auto naar de binnenstad kan rijden dan in Brussel. En toch zijn die veel meer auto's. Dus dat is, Maar wat ik wel denk, en dat sluit ook aan bij mijn verhaal, als we echt een stad willen gaan maken die interessant is en die goed werkt voor kinderen, dan moeten we niet meer dat gesprek gaan voeren in termen van verkeer. En niet meer in fiets versus auto, voetganger.
dan moeten we echt gaan nadenken wat in de jaren 70 in Amsterdam gebeurde. Stop de kindermoord bijvoorbeeld. Dat is wat mensen naar buiten brengt. Een gesprek over fietsen versus auto, dat is voor een klein groepje mensen interessant. Ja, ik zou even naar het panel willen gaan. Ja, een heel belangrijk gesprek, denk ik, hè, in Brussel. Het gaat nog altijd over de auto versus de fiets. Die twee of de andere, die twee tegenover elkaar. De straat als verkeersader die dicht slipt of niet. Kunnen we dat gesprek in Brussel veranderen? Of, Cathy, wat denk jij? Ja, ik denk het wel. Er is ontzettend veel aan het veranderen in Brussel. Er is een mobiliteitsplan, Good Move. En ja, er wordt ingezet op fietsinfrastructuur, absoluut. Maar er wordt ook gekeken voor specifieke wijken, en dat gaan er 2 per jaar zijn, waar dat er wordt gekeken hoe kunnen we dat autoluw maken. Mm-hmm. En ik denk, zulke gesprekken is fundamenteeler. Want als je in een wijk begint te spreken met mensen, hoe kunnen we inderdaad dit autoluw maken? Mogelijk door wagens te delen, op andere manieren te parkeren, of gewoon die wagen inderdaad niet meer te hebben. Ja, dan beginnen inderdaad heel fundamenteel in de levenswijze van mensen te veranderen. En dus dat is gepland ook binnen dat mobiliteitsplan. Dus ik zie daar wel heel grote veranderingen. En dus bijvoorbeeld in de zomer is er ook een heel project waarbij straten kunnen afgesloten worden, waar er heel wat activiteiten zijn. Vorig jaar was dat een ontzettend succes. En dit jaar gaat er nog veel meer worden gewerkt op. Oké, mensen vinden het allemaal leuk, hè? Ze komen spelen, er is bijvoorbeeld hier een spelotheek enzovoort. Maar op het einde van de rit, op deze manier kan het ook. En ik denk dat bewustzijn moet er gewoon echt inkomen. En dat is ook ervaring, want er is veel over taal, maar taal is natuurlijk een eerste aspect voor een gevoel en vervolgens een gedrag. En dus het gaat ook echt over mensen te laten ervaren. En opnieuw, denk ik dan, een crisis is een goed moment om dingen op een andere manier te gaan ervaren en dus ook weer gedrag te gaan veranderen. Ja, ik denk, ik heb vandaag dus ook rondgefietst en ik heb heel veel hele toffe dingen gezien. Een van de dingen die het mooiste waren de pop-up bloembakken. Dus met een bloembak op straat creëer je ineens een heel andere dynamiek. Maar ik denk nog steeds dat het dan wel essentieel is als je het gesprek breder wil krijgen dan de weerstand die je dan krijgt, is om het niet te hebben over autoluwe wijken, want dan benoem je eigenlijk wat je wegneemt. Je kan het ook hebben over kindervriendelijke wijken of bijvoorbeeld inderdaad een zomerstraat, niet een autovrije straat. En we sluiten het niet af, we openen die straat eventjes voor anderen. En daarna sluiten we hem weer en is die weer voor autoverkeer. Dus met kleine, het klinkt bijna frivool, maar het is denk ik ontzettend belangrijk om dat gesprek echt te veranderen. En een ander ding, daar hebben we het ook onderweg over gehad. Dus je zult dan ook moeten nadenken over wat meten we dan. We hebben dan zo'n mooie straat hier en er gebeurt van alles. Wat we dan standaard meten zijn, loopt het dan ergens vast? Is de parkeerdruk? Wat gebeurt er allemaal? En wat we bij onze school hebben gedaan, is we hebben die Kiss and Ride, onder andere het succes daarvan, uitgedrukt in hoeveel kinderen zie je lachen. En hoeveel wordt er gespeeld samen op die plek, voor en na. En dan heb je ineens een heel ander gesprek, omdat je dan heel andere data verzamelt die anders niet is. Dus ik denk dat dat wel een uitdaging is, ook voor Brussel. Dus om bij al die projecten ook de dataverzameling te verbreden en daarmee ook het gesprek. Mm-hmm. Ja. David? Ja, ik denk persoonlijk ook dat de wegcategorieën tegen elkaar opzetten, dat geen goede zaak is. Marco heeft het duidelijk gezegd, van taal is heel belangrijk daarin. Dus we moeten echt wel dat samenhorigheidsgevoel blijven creëren, dat draagvlak echt wel gaan creëren. Want in de jungle heeft iedereen zijn plaats. Dus dat is een fenomeen dat echt wel bekend is. En ik denk dat iedereen daar een beetje moet aan wennen. Dus we zien dat ook in verschillende situaties, dat het in het begin soms wat moeilijk is, wat frevel. Maar als het duidelijk is van wat de bedoeling is, en dat het echt wel lukt, zoals Marco zegt, als mensen lachen en content zijn van de nieuwe plaats of de nieuwe functie van de plaats, dat is natuurlijk wel de goede winst natuurlijk. Als dat natuurlijk een grauwe plaats blijft, dat eigenlijk niet onderbenut is en niet echt gebruikt wordt, dat is dat natuurlijk niet goed, maar dat natuurlijk wel een veel leefbaarder en veel veiligere plek wordt. Echt wel tof is om te vertoeven. We zijn daar juist ook over de centrale lanen geleden. Ja, je kunt dat niet inbeelden dat er een paar jaar geleden nog 2x2 baanvakken was en echt een stadsautostrade en veel chaos. En nu wordt dat echt een plaats waar elke wegcategorie met steps zien, fietsen, voetgangers, iedereen was daar rustig door elkaar. Dus dat was echt een aangename plek. Ik denk niet dat iemand het een goed idee zou vinden als je nu zou voorstellen om die hele as weer terug te brengen. Nee. Maar misschien onderschat ik dat hoor. En wellicht zijn er een paar mensen. Maar ik denk dat je nu veel meer mensen mee hebt dan als je toen had gevraagd in een referendum of zo. Dus soms inderdaad dingen gewoon doen.
Maar dan ook de juiste dingen vragen, de juiste dingen benadrukken. Ik denk dat dat echt essentieel is. En zolang het een fiets versus auto verhaal wordt, en wat je, precies wat je zegt, dan krijg je een soort verdeel en heers. En dan wordt het zij tegen wij en op de wedstraat, hè, dan hebben we de ruimte anders verdeeld. En dat is eigenlijk precies waar de verkeerskunde altijd goed in is geweest. Iedereen zijn eigen stukje. Maar is dat niet eigenlijk per definitie wat we niet zouden moeten willen met de openbare ruimte? Is dat niet per definitie iets wat we moeten delen met elkaar, in plaats van dat iedereen zijn eigen stukje heeft? Ja. Katje, heb jij nog een naam? Ja. Bijvoorbeeld voor de Anspachlaan hebben wij inderdaad ook kunnen meten. Wat betekent dit? Dus er is op dit ogenblik 2,5 keer meer voetgangers in die zone. En inderdaad, in het begin was er heel veel tegenstand, vooral door de winkeliers. En er is een verandering gebeurd, maar ja, inderdaad. Iedereen is nu ontzettend blij met heel die verandering. Maar zou je dan, het is het lijstje wat straks van die sociologen voorbij kwam, sense of belonging, sense of place, is dat dan gemeten? En of zou je dat dan niet ook willen weten? Hebben mensen bijvoorbeeld nu veel meer gevoel bij de Anspachlaan? Ik zou dat wel heel interessant vinden. Zijn er meer, het is ook een heel beroemd onderzoek van Donald Appleyard, kennen wellicht mensen, waarbij hij laat zien van als het autoverkeer in de straat afneemt, dan neemt het gevoel van thuis toe. Dus dat mensen grotere delen van de straat als thuis ervaren. En ontstaan er veel meer vriendschappen in een straat. Ja. Dat zou je eigenlijk ook willen weten. Mm-hmm. Niet alleen maar hoeveel voetgangers zijn er meer en wat er meer geld verdient. Maar ook al die andere dingen. Want als je dat kan aantonen, ja, dan krijg je veel meer mensen mee. Want dan kun je zeggen, ja, dat willen we toch eigenlijk overal. Dat je je buren kent en dat je kinderen veilig kunnen spelen. Ja. Ja. Ik zie dat bij mij persoonlijk ook, als we patrouille rijden, vroeger, lekker op de Anspachlaan, was dat heel moeilijk om contact te maken met mensen. Nu gaan we een keer met mensen mee voetballen, een keer een dansje doen, dus het contact is veel open en groot, want er is ook plaats om even een praatje te maken. En dat verbindend effect is natuurlijk wel heel zichtbaar. Met corona was het natuurlijk een klein beetje minder, want iedereen moest afstand houden. Maar nu de maatregelen verzachten terug, dus we kunnen weer wat dichter bij elkaar komen. Ik denk ook in de toekomst dat dat echt een ontmoetingsplaats gaat worden, het hart van Brussel eigenlijk. Dus, was de Anspachlaan ook de plek waar die panna voor jou plaatsvond? Ja. Ja, dat klopt. Hè. De wereldberoemde panna. Dat klopt. Ja, dat is gewoon jongeren die dan vragen van, kunnen we even voetballen? En dus, we gaan natuurlijk niet een hele dag gaan voetballen, maar dus dat zijn gewoon die interacties met de jeugd. En in Brussel is soms politie en jongeren soms een moeilijke geven. En door die werkplek... Precies, als je die plek niet zou hebben, dan... Ja, dan kunnen we het niet connecteren. Dus, en nu heb je die plek wel met mijn plaats om elkaar in contact te komen. Ja, dat is dus niet in een mobiliteitsplan te benoemen. Nee. En misschien moet je dat dus ook niet willen. Hè? Dat is wat Anne Hidalgo laat zien in Parijs. Misschien moet er helemaal geen mobiliteitsplan zijn. Misschien is dat al de eerste denkfout. Er moet er gewoon een plan zijn voor de openbare ruimte, waarin het verkeer een van de vele functies is. Maar het dus ook gaat over dit soort dingen. Ja. Maar de geschiedenis is ook, dat is echt ingenomen, hè, door de burgers. Er is Picnic the Street. Ja. Mensen zijn er gaan zitten en hebben gezegd, geef ons die ruimte terug. Dus dat vind ik ook wel heel mooi. En dat zien we ook in onze projecten, waar we veel meer met participatie bezig zijn. En van onderuit gaan kijken met burgers, ja, hoe zou het er kunnen uitzien? Mm-hmm. En dat is een ommekeer. En je ziet toch ook de politici die daar oren en ogen voor hebben om inderdaad op die manier te beginnen werken. Ja. Even tussenin, we zitten hier in een buurt waar er vorig jaar een speelstraat was. Mm-hmm. Een stuk sluipstraat, autoweg, die dan plots een maand lang speelstraat is. Met heel veel, zoals je zegt, nieuwe interacties en vriendschappen en mensen die elkaar leren kennen. Maar tegelijkertijd is er ook hele harde oppositie geweest. Is er nog, die mensen die horen, ja, maar dat gebeurt volgende zomer opnieuw, dat willen we niet. Er is ook al een plan geweest om een plein eraan te leggen, om een aantal parkeerplaatsen te schrappen, zodat de kinderen hier kunnen spelen, heel veel kinderen. Er zijn ook mensen die dan een strijd beginnen tegen het schrappen van die ene parkeerplaats, die daar ook mee naar de politici trekken. Tuurlijk, ja. Hoe ga je om met dat soort mensen, met dat soort... Want die is er ook in Brussel. Hè? Je hebt een Facebookgroepen die zich verzameld hebben in... Les automobilistes en amar, hè? De automobilisten zijn het zat, we worden helemaal weggedrukt, we mogen niks meer. Ja. Hoe ga je daarmee om? Volgens mij ben je al heel goed op weg op het moment dat je die conflicten expliciet hebt gemaakt. Want die conflicten zijn er nu natuurlijk ook. Dus ik heb bijvoorbeeld in Nederland heel veel de discussie van als je automobilisten, die kun je met een kastje tegenwoordig afdwingen om te begrenzen. En dan krijg je ook dat de wethouder zegt, ja, dan zeggen mensen dat mijn vrijheid wordt afgepakt. Ik zeg, ja, maar je kan ook zeggen dat die vrijheid wordt teruggegeven aan al die mensen die decennia lang die vrijheid niet hebben gehad. En maak het maar expliciet. Want vaak is het, wat wij in ons boek ook beschrijven, vaak is het een lachspiegel. Dat wij denken dat die
die mensen die tekeer gaan, die hebben dat recht ook. Die verliezen namelijk iets. En dat is ook onderdeel van het gesprek wat je op straat moet hebben. Maar dat is niet de meerderheid. De meerderheid is niet degene in Brussel die de auto op straat wil hebben. Dat denken we vaak. Het zijn veel mensen, maar het is niet de meerderheid. En zodra het ons lukt om het gesprek ook over andere dingen te laten gaan, zullen we dat zien. Dan zien we bij onze draagvlakmeting bij de school, zullen we het anders gaan doen. In eerste instantie kwamen heel weinig mensen op die draagvlakmeting af. Totdat wij huis aan huis gingen vertellen dat het ging over wat voor een schoolomgeving hun kinderen de komende 40 jaar gingen opgroeien. En toen waren ze niet alleen allemaal geïnteresseerd, maar toen waren ze ook allemaal voor. Mm-hmm. Dus in eerste instantie denk je, ja, mensen zijn dus tegen of ongeïnteresseerd, totdat je het gesprek verandert. En dan mobiliseer je eigenlijk de mensen, en volgens mij gebeurt dat. Ik kijk jaloers, als ik dus merk hoeveel energie hier ook is al in de samenleving. Dat zie je niet in Nederland. Wij zijn al stukken verder waarbij we eigenlijk de kracht van de fiets en de tegenbeweging al veel meer in het systeem hebben gestopt. Met heel veel mooie resultaten, maar ook met daardoor missen we nu de kracht om echt die stap te maken naar, oké, maar als we nu echt de straat terug willen, geef de straat terug.nl is een actieforum, 4.500 mensen hebben dat ondertekend. We weten allemaal niet wat dat precies betekent, maar we willen allemaal de straat terug. We willen terug. En dan terug van de technocratie. En niet alleen terug van de auto of terug van de fiets, maar terug als iets wat openbare ruimte is, waar we het met elkaar over oneens mogen zijn. Alsjeblieft zeg. Laten we het alsjeblieft met elkaar oneens mogen zijn. En dat op een goede manier oplossen. En dan kom je ook, dan leren we weer met elkaar dat dat een compromis is. In plaats dat we dit conflict nu vermijden en zeggen, ja, dat is een verkeerskundige norm en een richtlijn en zo doen we dat nu eenmaal. Dat werkt heel lang. Maar daarmee schuif je dus eigenlijk een heleboel onvrede onder het tapijt. Ja. Ja, fijn. Jullie nog vragen, want anders ga ik gewoon door. Doe maar. Nee, maar... Ja, een van de dingen die ik je nu hoor zeggen, dus in Brussel wordt er enorm uitgepakt door de politiek met dat Good Move-plan. Mm-hmm. Een klein beetje gebaseerd ook wel op Salvador Rueda, die we hier gehad hebben met die superblocks, waar je dus wijken of blokken binnen een stadswijk autoluw of autovrij gaat maken. Mm-hmm. Maar als ik jou hoor, dan zeg je, ja, die mobiliteitsplannen, dat is eigenlijk niet zo'n goed idee. Nou ja, de Superiljas in Barcelona, de 15-minuten-stad. Uiteindelijk denk ik dat het succes daar ook van is, dat het, waar het land is het geen verkeersplan. Waar het land, als je kijkt wat daar gebeurt in l'exemple in Barcelona, is dat een heleboel mensen de straat terugkrijgen. En dat wordt niet alleen auto, dat is niet autoluw, nee, het zijn bijvoorbeeld nu veilige plekken om je kind zelfstandig naar school te laten lopen. Dat is een heel ander verhaal. En natuurlijk heb je daar verkeersmaatregelen voor nodig. En natuurlijk zijn daar ook mensen tegen. En natuurlijk heeft het ook weer negatieve effecten, want dat oerbos is altijd in beweging. Dat het blijft, zal altijd complex blijven, zal altijd dilemma's zijn. Maar er wordt heel duidelijk voor een ander verhaal gekozen. En voor mijn gevoel is dat Superiljas geen mobiliteitsplan. Het is een plan van wat willen we eigenlijk van deze stad. Trouwens, zoals het ooit ook bedoeld was. Het exemple was nooit bedoeld voor autoverkeer. Het was bedoeld om veel pleinen te hebben. Parijs, die 15-minuten-stad, gaat niet over verkeer. Heeft allerlei verkeersconsequenties, natuurlijk. Net als dat het consequenties heeft voor de pijpleidingen onder de straat. Maar dan maken we ook niet een pijpleidingenplan. Mm-hmm. Dan is dat gewoon de manier waarop we vervolgens aan de verkeerskundigen zeggen, dit is je uitgangspunt. Mm-hmm. We hebben nu een andere keuze gemaakt. Dat doen wij als politiek, of als samenleving. En als expert ga je dan zo goed mogelijk uitvoeren. En wat je nu vaak ziet, is het omgekeerde. Dat expert eigenlijk op de stoel is gezet van de besluitvormer, van de politicus. En dan dus maar zijn normen gaat hanteren. Ja, wat moet je anders? Ja. Ik zie dat er al een vraag binnen is van iemand die aan het kijken is. Het past een beetje in de uitleg die je net aan het doen was. Opvallend in die grote vernieuwing in Brussel, de Brusselse mobiliteit, is de algemene zone 30. Ja. Je zei het al, dat je vond dat auto's minder hard reden. Ik weet niet, we hebben nu vanavond niet geteld, maar ik denk niet. Nee, we zien er voorbij rijden. Iets ander beeld, We zien hier andere dingen dan die mensen die zone 30 respecteren. Hè? Want er staan wel bordjes, maar daar blijft het op veel plekken bij. Dat past nog altijd in die gestolde verbeelding rond snelheid. Ja. Hoe zou jij die vernieuwing anders formuleren? Wat denk je over dat soort dingen als een algemene zone 30 voor Brussel in hier? Bijvoorbeeld hier net buiten. Ik vind het echt een supermooie vraag. En voor mij is het ook een vraag. Ik ben zo'n irritante sociale wetenschapper die vooral vragen oproept. Ik wil wel een poging doen, maar ik denk dus dat Team voor Taal wonnen de Vlamingen niet voor niets. Wij kunnen dat met z'n allen. En het gaat ook niet om dat we nu een nieuwe taal vinden. Maar dit spel is al super gaaf.
En alleen al dat je denkt, dat we het normaal vinden om over een woongebied na te denken als een kilometer 30 zone. Dat vind ik al eigenlijk iets bizar, als je erover nadenkt. Dat is dus één manier om dat te definiëren. Maar dat vinden we heel normaal. Dit is een 30 kilometer zone. Dus daar rijden schijnbaar voertuigen 30. En daaruit volgt al het andere. Dan weten we hoe breed de stoep moet zijn enzovoort. Dus ik vind hem mooie, en die is hier ook een tijdje geweest. En die is in Nederland geweest, beschrijven we in ons boek ook. Op een gegeven moment weer weg is. En komt nu dankzij het boek waarschijnlijk weer terug. Het woonerf. Het woonerf had natuurlijk had die kracht. Het woonerf is per definitie geen verkeerskundige term. Natuurlijk heeft het allerlei verkeerskundige uitvloeisels. Je moet de stapvoet rijden, auto op de gas en dit en dat. Maar het woonerf heeft als woord gewoon een soort. Het is echt een soort reclaim. Zegt, dit is een plek waar wij wonen en daar gebeuren ook andere dingen. Maar de definitie is dat daar gewoond wordt gespeeld. De speelstraat is ook zo, vind ik ook een mooie. De vakantiestraat. Ja, bedenk het maar. De schoolstraat. Ja. En blijf er maar mee spelen. Maar het fenomeen dat we in Nederland hebben we ook nu van 50 naar 30. En iedereen is heel blij. En ik ben de eerste die het ook heel fijn vindt dat de norm naar beneden gaat. Maar het blijft absurd dat wij onze straten definiëren aan de hand van het voertuig wat er met een bepaalde snelheid doorheen gaat. Ja. En zolang we die absurditeit gewoon omarmen en daar zeg maar, ons gemakkelijk bij voelen, dan denk ik dat we al een heel stuk gewonnen hebben. Mm-hmm. Ja. Jullie ook bedenkingen hebben bij... Ja, ik vroeg me ook af, want ja, we zijn in Brussel een grote inhaalbeweging aan het doen rond fietsinfrastructuur. En goed, want ik denk, we zien dat ook in onze studies rond waarom fietst de ene wel en de andere niet. Er zit een heel groot stuk psychologisch bij. Mm-hmm. We zien daar het verschil is dat andere mensen in het gezin het ook doen, daar heel motiverend over zijn dat je met de fiets zou gaan enzovoort. Dus dat is dat psychologisch stuk. Maar er zit ook een stuk rond, ja, het moet veilig zijn. En natuurlijk zit er dan nog het idee van veilig is een mooi afgebakend fietspad. Maar daar ben jij niet echt voorstander van. Nee, toch wel. Ja. Je moet zo breed mogelijk palet aan mensen bedienen. En mij bedien je niet per se met een vrijliggend fietspad. Maar ik ben maar een heel klein deel. En het grootste deel van de fietsers zit dus op dit moment in Brussel. Zonder een prettige plek waar zij op hun vaardigheden prettig kunnen fietsen. Dus die veiligheid is heel belangrijk. Maar wat ik van het woord veiligheid, dus even over de taal ervan. Veiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid. Stel dat ik jullie zou vragen hoe jullie relatie is, jullie huwelijk. En jullie zouden met dat soort termen, veiligheid, het is veilig, het is leefbaar, het is duurzaam. Dat zijn dissatisfiers heet dat. Dat zijn dingen die je gewoon moet regelen. Natuurlijk moeten we zorgen dat het veilig is op straat. Daar is helemaal geen vraag, volgens mij. Dus het streven naar een veilige straat is op zich al iets geks. Die straat moet gewoon veilig zijn. Je moet niet buiten als je eventjes dagdroomt of een klein foutje maakt, dan moet dat niet met de dood bestraft worden. Volgens mij is dat helemaal geen vraag. Het is ook geen ambitie. Dus dat is volstrekt onrechtvaardig, zouden ze in de jaren 30 hebben gezegd. Ik denk als dat het startpunt is, dan kun je ook die termen als duurzaamheid, leefbaarheid zo los. Dingen die onduurzaam zijn, moeten niet doen. Dingen die onleefbaar zijn, moeten niet doen. Dingen die onveilig zijn, moeten we niet doen. Maar wat willen we dan wel? En wat willen we, als wij onze relatie beschrijven, willen we dus ook niet zeggen van ik hoop ooit een duurzame relatie te hebben. En je hoopt ooit echt een relatie te hebben waarin je kan groeien met elkaar. Waar je voldoening krijgt uit wat je doet. Nou, een betekenisvolle stad. Kan Brussel een betekenisvolle stad zijn? En al die andere dingen moeten we gewoon regelen. Ja. Mm-hmm. Ja, en ik denk ook dat dat gewoon met kleine zaken kan opgelost worden. Zoals we de bloembak al eerst aangehaald hebben. Een kleine asverschuiving, een paaltje die een fietspad... Het moet geen miljoenen euro's kosten om een straat echt veilig te gaan maken. Dus, maar het vergt soms ook wel een beetje technische know-how. Kijken van hoe gaan we dat oplossen? En ook het zichtbaar maken. Dus als een straat zichtbaar is, dan weet iedereen dat het hier de bedoeling van 30 te rijden. Als een straat er natuurlijk uitziet als een halve autostrade, ja, dan kunnen de mensen die dan iets rapper dan 30 rijden... Ja, het mag niet, maar dan is het toch ergens wel een effect van die slechte weginfrastructuur natuurlijk. Dus, maar het begint natuurlijk, ik zit hier naar buiten te kijken en de auto's die voorbij rijden, die kunnen allemaal 200. Waarom staan wij toe dat mensen die zeg maar overduidelijk al tientallen jaren laten zien dat ze niet in staat zijn om iedere seconde op te letten? Dat is onmenselijk. Als jij je 30 rijdt, ben je 8 meter verder in 1 seconde. Dus 1 seconde niet opletten, ben je 2 parkeervakken verder. Die auto's kunnen 200. Vervolgens gaan wij alles en alles en alles doen om te zorgen dat die automobilist niet te snel rijdt en daarmee dus een gevaar is voor anderen. Als dit de wapendiscussie in de VS was geweest, hadden we al lang gezegd met z'n allen, dit is belachelijk, laten we hiermee stoppen.
laten we niet toe dat dit soort producten worden verkocht aan mensen. Waarom kun je een auto kopen, in Nederland zelfs gesubsidieerd, die in minder dan 2 seconden van 0 tot 100 kan? De Tesla. Waarom laten we dat toe? Volgens mij kun je daar al een heel simpele oplossing, dus gewoon niet meer toelaten dat de auto's die sneller kunnen dan wat mij betreft 50, je stad binnen mogen. Dan zou dat zou een simpele, relatief goedkope oplossing zijn. Dat gewoon niet meer toestaan dat je met een moordmachine door de omgeving van onze kinderen kan rijden. En nu de SUV's. Ja. En die gaan ook nog eens ontzettend hard. Die Tesla is ook nog eens een keer heel zwaar. Mm-hmm. Die is stil, die hoor je niet aankomen. Het is volstrekt onacceptabel. Als je zou zeggen, vanuit rechtvaardigheid zou je zeggen, dit is niet acceptabel in onze ruimte. En toch gebeurt het. Dus en dan gaan we vervolgens alles aan die straat proberen te doen om toch maar te voorkomen dat zoveel mensen dan te snel rijden. Bijna niet te doen. Natuurlijk zijn de kleine dingen mogelijk. Maar dan, als we dit blijven doen, dan moeten we accepteren met z'n allen dat we zeggen, nou, omdat we dat nou eenmaal willen, accepteren wij dat er iedere dag 2 keer bij iemand wordt aangebeld dat papa en mama niet meer thuis komt. En als we dat niet accepteren, dan is volgens mij de keuze volstrekt helder. En die, door dat zeg maar, een beetje in het midden te leggen, van ja, mensen hebben vrijheid en we mogen ze niet beknotten. En dan gaan we van alles proberen. Dat is volgens dat schipperen, dat doen we nu al veel te lang. Onder het mom van verkeersveiligheidscampagnes. Als we verkeersveiligheid echt als een basis goed zien, dat je in Amsterdam, het laatste voorbeeld in Amsterdam, is gebleken dat 75% van de mensen bang is op straat. In het verkeer. 3 op de 4 mensen zijn bang in het verkeer. Volstrekt onacceptabel. Toch? Mm-hmm. Dat moet je toch als wethouder gewoon zeggen. Dat is volstrekt onacceptabel. Er zijn 3 op de 4 mensen zijn bang op het moment dat ze hun deur uitgaan. Dat kan helemaal niet. Dan gaan we nu direct stoppen. En in plaats daarvan komt er weer een verkeersveiligheidscongres. En dan gaan we daar weer over babbelen. En dan komt er weer een campagne, een gedragscampagne. En we lossen het echte probleem niet op. Mm-hmm. Ik ga er nog even een vraag bij halen van iemand thuis. Een Brusselaar die zich afvroeg hoe jouw ervaring was in de verkeersvrije zone. Ik neem aan dat dan op de vroegere Anspachlaan was. Wat vond je daar? Je hebt het filmpje laten zien van dat kruispunt in Amsterdam, hè, wat je de dans noemde tussen de verschillende verkeersdeelnemers. Wat was jouw indruk van de dans van de verschillende mensen, fietsers die daar aanwezig waren, de ruimte tussen de gebouwen? Wat voor gevoel gaf jou dat? Nou, ik denk, ten eerste heb ik een paar keer onderweg gezegd, en dat was niet alleen maar om te slijmen, maar ik vind, het is een prachtige stad. Je hebt natuurlijk hoogteverschillen, maar de stad leent zich uitstekend voor als fietsstad. En als stad waar die ruimte tussen de gebouwen betekenisvol kan zijn. Het is hier echt ontzettend mooi. En heel veel van de schoonheid gaat eigenlijk verloren nu. En dat zien wij allemaal, dat hoef ik jullie niet te zeggen, ook in de Zoom. En je ziet die mooie foto's die hier ook worden gemaakt van die toekomstbeelden, als die auto's nou weg zijn, hoe dat eruit ziet. Dus daar kun je prachtige dingen van maken, dat ten eerste. En dan zie je inderdaad op de Anspachtlaan, zijn we erheen gefietst. Ik denk persoonlijk dat je daar prima kan fietsen. En dat je dan, net als op de piste, als je snel naar beneden wil, dan heb jij je gewoon aan te passen aan die anderen. Dus dat moeten we gewoon ook bij de mensen zelf leggen. Wat dan niet helpt, en daar stelde ik ook een vraag over aan David, was die gemotoriseerde voertuigen. Want op het moment dat je zelf fietst, blijf je ook een soort menselijk gevoel houden en kun je die dans nog doen. Zodra je een elektrische motor op je fiets hebt, wordt dat al lastiger. Laat staan dat als je stilstaat op een elektrische step, dan is die dans veel moeilijker uit te voeren. En die dingen gaan best hard. Dus ik vraag me af of dat prettig is en wat je daar ook aan zou moeten willen doen. Vooropgesteld dat iemand op een step nog nooit iemand heeft doodgereden. Dus als we prioriteiten moeten stellen, moet het daar niet beginnen. Maar ik denk dat je dat wel moet gaan afvragen als je die dans centraal wilt stellen. Of je dan daar niet een aantal randvoorwaarden aan moet geven. Ja, oké. Dus volgende keer zetten we u op een elektrische fiets dan. Ja? Sorry? Dan zetten we u volgende keer op een elektrische fiets om eens te kijken hoe dat danst. Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan. In Amsterdam zijn elektrische fietsen helemaal niet populair. In de rest van Nederland is enorm populair. Mm-hmm. En ik denk een van de redenen daarvoor is dat met de elektrische fiets is dat dansen echt moeilijker. Mm-hmm. Het is echt moeilijk. Het is zwaarder. Maar je hebt ook dat veel minder, bijvoorbeeld wat dat hebben we wel eens gevraagd, hè, aan Gazelle, van waarom maken jullie eigenlijk terugtrapremmen in Nederland? En dat weten ze helemaal niet. En waarom zitten we rechtop? Geen idee, dat kopen mensen nou eenmaal, de omafiets. Nou, dat rechtop zitten en die terugtrapremmen is prima te verklaren als je heel snel wil reageren op iemand. En dat je heel snel eventjes, zodra je daar dus een vrijloop in maakt, of,
zodra je daar dus een motortje tussen gaat zetten, wordt het echt ingewikkelder. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, in Brussel is het toch wel handig. Zeker. En als je kijkt naar de cijfers, in 1950 was 26% van de verplaatsingen met de fiets. En dat is echt tot een dieptepunt gekomen, in 1980 nog 1%. Dat is echt ongelooflijk. En nu zitten we... Op 9% geloof ik? Of? Ja, 9%. En met corona zien we ook echt een structureel extra push naar fietsen. Maar dus... Want vaak wordt er gezegd, ja, maar Brussel is te heuvelachtig. Het is niet leuk om te fietsen. Echt geen fietsstad, maar het is het ooit geweest. Dus ja, ja, ja. Dat kan niet de reden zijn. Ja. Ja. Ik kan ook terugblikken op 5 jaar controles in die voetgangerszone. Dus in het begin was er natuurlijk een beetje de auto's echt laten aanpassen aan de raamuren tussen 4 en 11 laten lossen. De snelheidsbeperking, stapvoets, dat was in het begin helemaal heel moeilijk. En nu zien we echt wel dat die auto's echt wel zich goed aangepast hebben aan de voetgangerszone. We hebben er eigenlijk bijna geen problemen meer. Ook zelf geen fout parkeren bijna meer. Op een paar kleine stukjes, uithoekstukjes misschien zelf. Maar we zien wel dat bepaalde steppers en bepaalde snellere fietsers toch wel een klein beetje die slechte gewoontes van de auto overgenomen hebben. Het is ook een kleine minderheid, we gaan dat ook niet dramatiseren. Maar we gaan er ook als politie, zijn we er ook de laatste maanden dus ook hard aan het werken, ook die mensen ook aan te passen aan het nieuwe gegeven. Want natuurlijk, in een voetgangerszone is de voetganger koning. Dus daar is geen discussie over. De voetganger met kinderen, spelen met de ballen, dat is allemaal mogelijk. En dan, de fietser is welkom en de step is ook welkom, maar ze moeten zich aanpassen in de jungle aan de voetganger die echt wel de koning is. En dan zien we toch wel dat dat soms mensen zijn die soms ook uit een auto komen of dezelfde slechtere gewoontes eigenlijk toepassen om dan met de bel luid te rinkelen om mensen uit de weg te laten gaan. Maar dat zien we niet graag. Het is ook wat ik probeerde te laten zien in veel te korte tijd of een veel te ingewikkeld lang verhaal misschien, andersom. Maar uiteindelijk is de kern van het probleem van waar die straat, waardoor we nu zo in de club zitten, is niet die auto. Die auto is een uitkomst. Het gaat om dat we ervoor kozen om de individuele individu wat er snel doorheen moet centraal te stellen. De snelheid is het probleem. En ik heb dat zelf ook. Als ik sneller fiets, dan heb ik ook het idee dat mensen voor mij moeten wijken. Omdat die snelheid is een soort van... dat heb je gekregen door je in te spannen. Dan wil je dat ook niet zo snel... Ja, zeker als je bergop fietst. Ja, ja, dus het is, dat maakt het ook heel ingewikkeld. Want je bent aan het onderhandelen. Maar in die onderhandeling ben je op dat moment eigenlijk... heb je heel veel macht. Want je hebt snelheid, je hebt massa. En dat maakt het heel ingewikkeld. En daar moet je eigenlijk in je ontwerp kun je daar heel veel aan doen. Ik denk dat het heel goed werkt dat hier steentjes zijn. En die geen vlak asfalt. En je zou ook hier en daar een drempeltje kunnen hebben. Dat zie je in Amsterdam, dat die shared space die ik laat zien, de gedeelde ruimte, dat is niet een officiële gedeelde ruimte. Een officiële gedeelde ruimte is dat het volstrekt geen enkele verkeersingreep heeft. Wat ze hier hebben gedaan is aan verschillende kanten, heel slim, een best vervelende hobbel. Waardoor als je erop komt, dat je toch even stopt. En het liefst heb ik ze nog gezegd, dat zou je ook kunnen overwegen, om de fietsroute, die er dan is, om die te laten slingeren. Want op het moment dat je niet die rechte lijn hebt, dan heb je ook niet dat gevoel van entitlement. Of een soort van, ik heb het recht om hier te fietsen, want ik zie daar in de verte alweer het fietspad. Dus op het moment dat je daar juist wat bloembakken in het midden neerzet, aan het einde, het parkje, ja, dan ga je slingeren. En dan ga je veel minder krijgen dat mensen daar hun recht voor snelheid gaan opeisen. Ja. Ik heb nog een mooie laatste vraag misschien. Het is redelijk lang. Iemand die blijft hangen bij die slogan die je daar liet horen. De fiets is iets en bijna niets. En dan komen we inderdaad... Ja, de specifieke Brusselse context, en ik herken wel wat die persoon schrijft, is ja, die corona-fietspaden, die sprong vooruit waar wij het dan over hebben, waardoor de fiets plots veel meer ruimte heeft gekregen in Brussel, die wordt eigenlijk langs twee kanten aangevochten. Door, als we het dan in politieke termen vertalen, door rechts en door links. Mm-hmm. Voor rechts gaan die fietspaden ten koste van auto's, rijstroken letterlijk soms, of parkeerplaatsen. Maar aan de linkerkant hoor je dan vaak het verhaal dat in armere of wijken zoals hier, mensen hebben daar geen boodschap aan. Mensen willen een auto om naar hun werk te moeten, dat vaak wel wat ver weg ligt. Of hebben een bestelwagen die ze nodig hebben om klusjes op te knappen. Die hebben daar geen boodschap aan. Dus je krijgt eigenlijk langs twee kanten ja, een front dat die grotere ruimte die dan in dit geval de fietsers hebben gekregen of heroverd hebben. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Ja, die fiets is iets en bijna niets. Moet je misschien het ook nog eens uitleggen? Ja, nee, ja. Misschien ook nog te zeggen, de Brusselaars, 2 op de 3 heeft geen fiets. Hè? Dus, ja. Dus, heeft geen fiets? Nee. En geen auto? Geen auto ook niet. Hè? Er zijn hier in deze wijk zijn ook... 1 op 2 geen auto, 2 op 3 geen fiets. Ja. Dus dat is... Dus Joop Zoetemelk zei ooit, de fiets en verder niets. Dat is ook een mooie. Maar deze komt uit de Provo-beweging en er zijn allerlei verschillende verhalen over waar die precies vandaan kwam. Maar het was dus echt inderdaad, de fiets is iets en bijna niets. En
Het is zo vaak gebruikt om inderdaad ook uit te leggen. Dat heeft bijvoorbeeld ook van alles te maken met waarom we er zo weinig in investeren, hè, overal. Zelfs in Nederland nog investeren we veel meer in alternatieven dan in de fiets. Want die fiets is iets en bijna niets. Dus daar hoef je eigenlijk niks voor te doen. Die houdt zichzelf wel staande, wat dus absoluut niet het geval is. Dus dat is een zwakte daarvan. Maar de fiets is iets en bijna niets, vind ik zo interessant, omdat het... maken volgens mij in deze vraag wellicht dezelfde denkfout weer. We gaan uiteindelijk weer in de verkeersframe. Terwijl die fiets juist... die lag niet bij John Lennon in bed vanwege links of rechts hier per se. Dat was echt een symbool alleen maar voor... een hele andere manier om na te denken over je stad en wie je bent en waar je voor staat. Dus dan, als je dat goed speelt, dat spel, dan zou het dus eigenlijk helemaal niet meer moeten gaan over fietspaden. Dan moet het, en ik hoorde net ook weer in de verkeersvrije zone, wat ook alweer een problematische term is, denk ik. Maar dan hebben we het over de voetganger. Nee, ook de voetganger is een verkeerskundig bedenksel van de afgelopen 90 jaar. Daarvoor waren we gewoon allemaal mensen. En als mensen deelden we die ruimte en sommige mensen hebben daar nu een auto, anderen hebben een fiets. Maar die fiets is iets en bijna niets, kan ons dus veel meer laten zien hoe we die fiets, die radicaliteit van het simpele idee, het is super simpel, de fiets, is bijna niets. Maar tegelijkertijd is het zo krachtig, omdat het zo laat zien hoe wij op een andere manier ons kunnen verhouden met de straat en met elkaar. Je kan op de fiets je eigen doelen nastreven zonder dat je heel grote, extreem negatieve gevolgen voor anderen hebt. Illich, als nog een paar boeken mag aanbevelen, maar Ivan Illich schreef fantastische boeken daarover, dat de fiets ook een soort snelheid oplevert, die als je eraan gaat rekenen, de energie die je kwijt bent om je te verplaatsen, is ongeveer gelijk aan die het je oplevert. Ga je sneller, dus geloof ik uit mijn hoofd, 16 mijl per uur, als je sneller dan 16 mijl per uur gemiddeld gaat met het systeem, dan kost dat systeem de maatschappij veel meer energie dan het je oplevert. Dus dan ben je dus dat radicale monopolie aan het voeden. Dus als je sneller wilt met je gemiddelde systeem dan 16 per uur, dan kost je dat altijd meer dan dat het je oplevert als maatschappij. En die fiets op een of andere manier, die landt altijd in een soort van magische middenveld, die ons dus echt kan helpen. Ja, met die fiets kunnen we dus anders gaan nadenken. En hoeft niet eens zo te zijn dat iedereen straks een fiets heeft. Maar die fiets kan ons wel helpen zien hoe je die straten dus, hoe we heel anders over kunnen gaan nadenken. Mm-hmm. Oké. Ik heb net gehoord dat we nog een klein kwartiertje hebben. Ik stel voor dat hebben jullie nog een laatste vraag voor Marco of een laatste bedenking? Dan is dat nu het moment. Ja, misschien gewoon in heel de trend van de snelste, de Hyperloop. Wat denk je daar dan van? Ja. Stond vandaag groot in de krant. Ja. Hyperloop, 6 minuten tussen Brussel en Antwerpen. Gek. Met de Hyperloop. En de Vlaamse regering vindt het een fijn idee. Ja, als je jezelf als pakketpost wil verplaatsen, het is voor goederen, lijkt het me nog wel interessant. Maar ook hier weer zie je, waar komt die Hyperloop vandaan? Die Hyperloop komt uit het brein van Elon Musk. Elon Musk, zijn brein is waarschijnlijk een van de slimste mensen die er rondlopen, gok ik zomaar, met de beste bedoelingen. Dat is even mijn interpretatie. Mm-hmm. Maar zijn droom is gevoed door het idee dat onderweg zijn een disnut is en dat we, als we sneller van A naar B kunnen, dat dus altijd goed is. Nou, dan is de Hyperloop daar volstrekt logisch volgende stap in. En dan de enige stap die daarna nog komt is teleportatie. Dat we echt zo van hier naar daar kunnen. Waarom is dat nou zo problematisch? Nou, ten eerste kun je dan zeggen, dat is een taal. Hè? Dus dat is prima. Iedere taal is een taal, toch? En je mag er op die manier over nadenken. Maar wat zo problematisch is aan die taal, is dat we in de werkelijkheid zien dat die niet klopt. Dat die niet valide is. Dus dat mensen, als je de reizen makkelijker en sneller maakt, gaan ze niet korter reizen en boeken ze dus geen reistijdwinst. Maar gaan we dus een kopje koffie drinken in Parijs. En dat is niet goed voor de koffieboer in de lokale koffieboer in Brussel waarschijnlijk. Dus je krijgt schaalvergroting. Ja. Je krijgt automatisch dat die hogere snelheden leidt tot uitsortering. Hè, dat we bedrijven zullen ook zich gaan clusteren. Dat zie je in Nederland heel sterk. De enorme investeringen in mobiliteit, dankzij onze aardgasbaten, er vooral toe hebben geleid dat grote bedrijven zich konden clusteren in Amsterdam. En dat heel veel mensen nu autoafhankelijk zijn, omdat ze daarheen moeten. En dat zal bij die Hyperloop niet anders zijn. Dus net iemand die opmerkt, de Vlaamse regering investeert maar liefst 3 miljard euro in onderzoek voor die Hyperloop, die dus de afstand Brussel-Antwerpen tot 6 minuten reduceert en het jaarlijks ambitieus fietsinvesteringsprogramma is 300 miljoen euro. Ja, het is absurd. Dus we zien meteen waar het geld naartoe gaat. Ja, en het is absurd. Het is niet te verklaren. Behalve dan dat die mensen in die droom geloven.
Dus volgens mij het enige wat we kunnen doen is proberen voor onszelf een andere droom te gaan vertellen. En dat mist nu namelijk. Er is eigenlijk geen alternatief. Het is, we willen toch allemaal sneller. Ja, we wonen toch allemaal ergens en we werken toch allemaal ergens. En als je ten eerste gaat zien, dat is de kracht van historie, dat dat pas 70 jaar zo is. Nou, wat is dat, hè, op de schaal der dingen? Over 1000 jaar lachen we hierom. Hebben we eigenlijk 70 jaar lang hebben we auto's toegelaten in de stad. Met miljoenen doden tot gevolg. Dat legt dat nog maar eens uit straks. Dat denk ik echt. En wat nodig is volgens mij, is dat we gaan inzien dat... en daarom heet mijn leerstoel heet Urban Mobility Futures. Als sociaal wetenschapper. Omdat wat ik zie is dat we echt heel, heel sterk denken in dat er maar één future is. Dat alles maar sneller en makkelijker moet. En dat elke keer de volgende stap die kant op gaat. Nou, als wij dan met z'n allen die fiets kunnen gebruiken om te laten zien dat er ook een andere droom is. Waar niet de machine wordt geoptimaliseerd, maar de mens centraal staat. Dat is volgens mij onze enige kans. Dat we dat echt goed onder woorden brengen en goed laten zien. Die mens centraal. En dat dat dus een alternatieve toekomst oplevert. Zodra we dat hebben, dan heeft Lara Boroditsky ons verteld. Want dan lukt het ons ook. En dan lukt het misschien ook onze beleidsmakers om anders te gaan nadenken. En andere toekomsten mogelijk te maken. Ja, dat zijn hele mooie woorden. Ja, mooie les om mee te nemen, denk ik. Het is misschien heel naïef, maar wat moet je dan? Dit is volgens mij onze enige kans. Ja. Je kunt ook cynisch achterover zitten en zeggen, ja, nou ja, 3 miljard, pff, weg. Ja. Ja, dat kan ook. Maar laat ons nou de kansen die wij hier zien grijpen om dat verhaal beter en beter te gaan vertellen. David, wat is jouw laatste vraag of opmerking? Of? Ja, ik denk dat het allemaal een beetje gezegd is natuurlijk. We hebben in Brussel ook, vooral met de COVID-periode, gezien dat de openbare ruimte heel belangrijk is. Ja. Veel mensen hebben geen tuintje om rustig te zitten, dus ze moesten in de openbare ruimte verkoeling zoeken of toch ergens een plaats om te vertoeven zoeken. En hebben we toch gezien dat de parken heel over bevraagd waren, dat de openbare ruimte echt wel nodig is. En dat gaat dan nog veel meer dan over gewoon van punt A naar punt B verplaatsen, want het gaat echt wel over uw wijk optimaal te kunnen benutten. En dat is dus allemaal heel belangrijk om daar de juiste taal voor te gebruiken en dat ook te vertalen naar nieuwe mobiliteitsplannen en veiligheid en leefbaarheid. Dus ik had misschien nog één vraagje, Marco, voor u. In verband met de hulpdiensten. De hulpdiensten zijn in dat verhaal soms ook altijd wel met soms een hele rare blik dat ze naar kijken, naar veranderingen. Zeker, ja, we moeten toch rap ergens ter plaatse zijn om te blussen of om tussen te komen. Heb je ook voor tips voor Belgische hulpdiensten om daar beter mee om te gaan of daar beter over te communiceren? Ja, nou ja, goed. Ook dat is weer, in het oerbos is dat ook belangrijk. Dus het is een complex dilemma dat je nog steeds wel bepaalde... We zijn nu wel gewend aan een bepaald niveau van verzorging door hulpdiensten. Je kan je ook afvragen of die niet te ver zijn schaalvergroot. En of je kan misschien al veel oplossen door het beter te verspreiden. En het niet allemaal bij één kazerne neer te zetten, kan ik me zo voorstellen. Kleinere voertuigen ook inzetten, zoals de fiets bijvoorbeeld. Voor een eerste hulpvraag. Als je huis in brand staat, hoop je natuurlijk niet dat de brandweerman op de fiets komt. Maar het kan wel helpen als de eerste brandweerman op de fiets er is. Om te zorgen dat de dingen geregeld worden. Waar wij nu mee bezig zijn, dat vind ik zelf heel interessant, is Intelligent Speed Assistance. Waarbij je als stad eigenlijk met een geofence de digitale ruimte beheert. En op basis daarvan, dankzij nieuwe Europese wetgeving, het mogelijk maakt om voertuigen te begrenzen. En dus ook specifieke voertuigen te begrenzen. Dus je zou kunnen zeggen, alleen alle postorderbedrijven die een bepaalde woonwijk binnenkomen, die willen wij dat ze niet harder dan stapvoets kunnen rijden, om eens iets te zeggen. En daarmee haal je een beetje de angel uit de discussie met die hulpdiensten. Want dan zeg je, je hoeft niet de hele straat meer in te richten met bloembakken en drempels. De bus kan in principe doorrijden. De ambulance en de politie en de brandweer kan erdoor. Omdat je niet meer die straat helemaal hoeft in te richten voor die auto die zo hard kan. Omdat je dat gewoon die angel eruit haalt. Dus dat is wel heel interessant, denk ik. Dat is wel van schild. Ja, en trouwens over die parken nog, dat vond ik wel bizar. Ik weet niet, het zal ongetwijfeld hier een beetje hetzelfde zijn gegaan. Maar in Amsterdam was het dus al vrij snel dat de parken vol waren. En dus werden afgesloten. Ja. Dus het park was vol, dus werd afgesloten. En toen dacht ik, oké, als we dat op zaterdag in het park doen, zullen we dat dan ook op maandag op de weg doen? Ja. Het is vol, jongens. Het gaat dicht. We kunnen er geen gebruik meer van maken. Of het gaat open en we kunnen erop gaan wandelen en fietsen. Oké. Ja, Marco, ik wil je heel erg bedanken voor jouw inspirerende verhaal vanavond. Ik hoop dat we het meenemen in Brussel. Het komt op het juiste moment, want het klopt inderdaad dat door de hele coronacrisis, en dat is dan misschien toch een positief effect daarvan, is er heel wat in dat denken over openbare ruimte, over waar een straat voor dient. Is er echt wel een klik gekomen bij heel veel mensen, denk ik? Ja, en wij kijken, dat moet je niet onderschatten, maar wij kijken in Nederland echt heel graag naar alle dingen die er in België gebeuren. Want in zekere zin... Is het misschien hier, is het gevecht nog wat vroeger, maar het is ook veel feller en daarmee ook betekenisvoller. Dus wij kijken
ik zie echt, ik vind het echt mooi om te zien wat voor energie hier is en welke kant het op gaat. Oké, okay. Heel fijn om dat te horen. Dan kan ik mensen die op deze mooie zomeravond toch zo lang voor de Zoom, voor de laptop hebben gezeten, alleen maar aanraden om dit boek te lezen. Hij ziet er goed gelezen uit ook, daar hou ik al van. Ja, dat klopt. Echt een heel fijn boek, dat eigenlijk verder gaat dan wat je vanavond hebt verteld, maar echt mensen anders doet nadenken, anders doet kijken naar openbare ruimte en zo verder. En ik heb het goede nieuws voor de mensen die nu nog aan het kijken zijn, dat ze dit boek nog kunnen winnen. Je hebt een heleboel boeken meegebracht uit Nederland. De meeste zijn al de deur uit, maar er zijn er nog 6 over. Mensen die dit boek graag zouden hebben, die moeten eigenlijk op de Facebookpagina van het andere atelier, het A-atelier, even gaan zoeken op Facebook, in een comment zeggen aan wie ze dit boek willen geven en waarom. En die maken dan kans om dit boek te winnen. Voilà, en dan wil ik ook nog Marco bedanken, wil ik ook nog de panelleden bedanken, David Stevens en Cathy Magaris. Jullie bedankt voor deze fantastische after corona, after Zoom meeting. Ja, dat is graag gedaan. Voilà. En dankjewel thuis iedereen om te kijken.